als jullie zo meteen in die final battle terechtkomen, dan weten we al wat we mogen verwachten. Een staande ovatie. Jongens, jongens, kom erbij staan. Frederik, hoe voelde het? Alblief, hoe voelde het? Wat denk je? Ongelooflijk. Hoor die zaal eens, jongens. Ik hoop dat jullie thuis ook horen, want het gaat hier uit zijn dak voor deze twee jongens. Het was echt wauw. Jesus. Nu ben ik ook wel heel erg benieuwd of de jury het ook zo fantastisch vond, maar ze stonden recht achter hun desk. Dus ik denk wel dat dat goed zit. Dan? Hey, I mean, that was awesome. That was awesome. Holy shit. Really. I think that's a group effort, because I think it's the right choreography from Vincent, and then the two of you working your asses off on stage, because you both had moments to shine separately, but then when you were dancing together, I mean, incredible. Dan, you always seem to show us something new, even more explosive than you've done before. I don't know how you keep doing it, but every time you come out there, you do something even better. And Frederik, who knew you could do half of that stuff? I've never seen any of that from you. So that's a whole nother side of you that we haven't seen before. You guys are both awesome. Love you. Ish, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Ja, ik vind het heerlijk om die te zien. Ik vind het heerlijk om de energie te zien. Meestal dans je samen en het is een verhaal en het is mooi en dat apprecieer ik enorm. Maar op een bepaald moment moet die gladiator mode naar buiten komen. Je moet je plaats proberen te hebben, je moet vechten. En dat is de energie die jullie naar voren hebben gebracht. Het is die battle mode. Ik zag Dan daarna, het was gedaan en hij bleef maar rondstappen omdat hij nog in zijn fase, in zijn trance was van I want to kill everybody here. Dat was geweldig om te zien. Dat is een energie die geweldig is om te zien. En voor allebei, dit is de laatste keer dat ik jullie zie in een choreografie. En wil ik nog dit zeggen, Frederik, je bent echt een inspiratie voor heel veel mensen. Je weet het misschien niet, maar je bent echt... Yes, roep maar. Je bent echt een inspiratie voor heel veel mensen wat je hebt gedaan. En als ik je zag in het begin, had ik nooit gedacht dat je zo'n danser was, zo'n artiest was. En dat is geweldig om te zien. En dan Dan, je bent een freaking b-boy in de finale van So You Think You Can Dance. A b-boy in de finale. En dat betekent heel veel voor de urban community. Er zijn geen excuses meer. Dus dit plek is voor iedereen. En je doet mij enorm denken aan zo'n evolutiechart van de mens. En in het begin lopen ze op de grond. En met de tijd ga je recht staan. En na vanavond ben jij gewoon recht. Jij staat gewoon recht. Je bent de allerlaatste fase van de evolutie van een danser. Jan? Ja, weet je, ik kan me hier alleen maar bij aansluiten. Dit was gewoon sensationeel optreden. Het dak ging eraf. De avond was al lang begonnen, maar nu is hij echt los. Dankjewel, jongens. Fantastisch gedaan.